Maar allemaal was een beetje zoiets van ja, optreden is heel leuk en de Zwarte Cross is heel tof, maar het wordt een beetje een soort van reunie of een soort van, weet je, en het leuke van Joving was gewoon helemaal zo 4-5 keer per weekend in zo'n busje stappen met elkaar en helemaal naar de tering te gaan. Ja, wat Cohen zei, van, het wordt een beetje een slap aftreksel, wil ik niet zeggen, maar dat vind ik ook, daar doen we onszelf ook tekort mee. Maar het is denk ik goed dat we het niet meer doen. Zij hebben 10 jaar geleden besloten om te stoppen met toeren. Daar was ik eigenlijk een beetje de aanstichter van. Het werd steeds slechter te combineren om met het werk en het organiseren van dit soort feesten. En dan ook nog een keer met de band heel vaak optreden, elk weekend optreden. Soms 3 keer in een weekend, soms 4 keer op een dag. Dus ik heb toen gezegd van nou jongens, ik denk dat het echt verstandiger is om een keer mee te stoppen na 15 jaar. Dat was denk ik een heel goed besluit. Ga je het wel missen? Daar ben ik nu nog niet. Ik denk het eigenlijk niet. Want we hebben het 25 jaar gedaan en we zijn ook met allerlei andere muzikale projecten bezig en bandjes. En een keer is het denk ik goed. En er zijn heel veel mensen die het nu nog echt jammer vinden. Nou, daar ben ik blij om. Dus dat is denk ik een goed moment om dan te stoppen. Staan Jovink en de Voodoo Beatles in die formatie nooit meer samen op het podium? Nou, dat wil ik niet zeggen. Want kijk, het is niet zo dat we onderling dat er iets speelt of dat we ruzie hebben of dat helemaal niet. Dus zeg nooit nooit. Ik bedoel, wie weet als je het leuk vindt, dat het over een paar jaar of... Dus het antwoord is nee, het hoeft niet de laatste keer te zijn, nee. Als we over 5 jaar allemaal zin hebben om samen muziek te maken of iets tofs te maken, een paar nummers te maken, dan kan dat. Ik bedoel, als we allemaal gezond zijn en in leven. Maar voorlopig zullen we hier niet meer staan. Voorlopig zullen jullie het even zonder ons moeten doen.